Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Funke Kat 1 is natuurlijk heel erg populair, voornamelijk vanwege het vuurwerkverbod. Wij hebben al het Kat 1 vuurwerk van Funke hebben we hier beneden liggen. Neem jullie zo meteen mee naar wat we hebben gekocht. Maar eerst laat ik jullie de beelden zien van in de winkel. Bengaal Fire Mix. Die gaan we ook even een pakje halen. Ze hebben dus nu bij Vuurwerkbunker, in deze intratuin, hebben ze dus meerdere dingen van Funke. Bijvoorbeeld deze fonteinen. Maar ook Funke knetterballen. En daar ben ik super benieuwd naar. Hoe die dan zullen zijn, want alles van Funke is wel goed natuurlijk. Luchthuilers, volledig op voorraad bij deze vuurwerkbunkervestiging intratuin. Laat ook even in beeld zien welke vestigingen dit vuurwerk hebben. We staan even in de bunker van vuurwerkbunker. En moet je kijken, alles van Funke. Categorie 1. Ze hebben dus nog een goede voorraad. Wel bizar hoeveel er staat. Dit is ook allemaal kat 1 en zo. Knalerten, daar komen we niet voor natuurlijk. Maar wel voor de zilberfontaine. Zilberhoilers. Echt top. We gaan zo gelijk even naar de afsteeklocatie om het af te steken. Ze hebben dus nog heel veel op voorraad. Vuurwerkbunker.nl. Jullie kunnen allemaal even vuurwerkbunker.nl checken. Voor een vestiging bij jou in de regio. Want als je daar een vestiging naartoe gaat, heb je grote kans dat je een van deze producten ook kan kopen. We hebben alles. Nou, dit is in ieder geval het Kat 1 vuurwerk van Funke. Hier heb je natuurlijk de luchthuilers. Te beginnen met de groene. Dit zijn echt topproducten, man. Je kan ze nu trouwens enkel kopen in zo'n verpakking. Niet meer van die kleine dingetjes, omdat ze anders dus ook een Nederlandse tekst op al die kleine dingetjes moesten zetten. Deze grote, die zijn trouwens 17,50. Met vlam. Ja, oh ja, klopt. Die zijn met vlam, deze ook, dacht ik. Ja. Ja, deze, dit zijn de normale, daar zou niks bij zitten, had ik begrepen. En die blauwe, er zit een soort staart bij of zo. Ja man, een soort staart. Of ik weet niet precies wat, maar in ieder geval iets. Nou, wat we verder hebben, Bengaal Fire Mix, die hebben we al natuurlijk vaker gehad. Die zijn echt heel leuk. Zeker. Gaan we zo ook even testen. Ze zijn echt net rookbommetjes ook. Deze dingen, Star. Ik weet ook niet precies wat dit doet, maar dit moet er volgens mij een soort ook van Funke. Ik dacht eerst dat het mini's waren van dit, maar dat is heel anders. Ja. Deze, die schijnen heel erg goed te zijn. Dit zijn fonteinen van Funke. Die waren ook al helemaal uitverkocht toen we er waren. Ja, misschien hebben ze achter nog. Dus wij waren in Pijnakker in ieder geval. Jullie hebben het net kunnen zien. En hier de zilberfontanen. Oh, ik weet dadelijk gaat die af. Lekker hè. De zilberfontanen heb je ook. En wat deze doen, weet ik niet. We hebben 10 pakken hiervan. Dit zijn echt hele mooie, die gaan heel hoog. Ja, maar ik kan je wel zeggen, jongens, dat... Even kijken. Lijkt net nitraat, hè? Ja, met een crazy robot. Wel mooi, wel dikker, maar... Ja. Exact. Oké. Okay. Ja. Al met al, leuke dingen gehaald. We gaan niet alles afsteken nu, omdat we natuurlijk ook wat gaan bewaren voor oud en nieuw. Heel triest eigenlijk, maar we moeten wel wat bewaren. Gezien alle maatregelen voor corona. Maar we gaan zo gelijk even met iets testen. We beginnen met deze jonge kerels. De zilberturmen. Ik ben benieuwd, Jordi steekt hem even aan. Ik heb een andere aansteker, hè. Oh. Hij komt hoog, zeg je. Ik hoop het. Ik ben heel benieuwd. Zo. Oh, komt hij zeker, man. Ja. Mooie kleuren erbij. Blijft nog goed staan ook. Oké, wacht. Nou, daar hebben we gelukkig heel veel van. Dan gaan wij naar de volgende. We gaan heel veel doosjes stoken. Zo, dat is een zonde, man. Maar dan moet je gewoon even een heel doosje stoken ook gewoon. Ja, man. Eén doosje tegelijk. Eén doosje tegelijk. Doosje tegelijk. Dan ging een heel karton tegelijk. Dit is de paarse. Het rook wat hier vanaf komt is voornamelijk het best. Zo. Wat dicht, gek. Wat deed hij dan? Zo. Zo, kijk die rook, gast. Kijk uit, je gooit er bijna in die tuin, jongen. Oh mijn god. Zo. Je rook, jongen. Oh. Deze kunnen echt goed in een stadion, man. Wat een ding, dit. Kijk, dat één rook van me. Zo, gek. Dit doet dus een heel pakje tegelijk. Ongelooflijk. Kijk, mensen denken dat alles in de fik staat. Ja. Ja, het is maar kat 1, jongens. Maar ik zeg je eerlijk, categorie 1 vuurwerk dit jaar is wel echt geüpgrade, man. Ja. Dus mensen moeten niet meer zeggen dat het 100%
kindervuurwerk is. Kijk, tot nu drie. Doet hij even drie tegelijk. Hoppa. Nee, helaas. Het rolontje zich aan moeten maken. Oh, deze. Ze komen echt hoog, man. Ja, ze zijn wel ziek. Lachen. Die andere even. Wil je deze aansteken erbij? Die is beter, man. Hier. Oh ja. Het is steeds hoger, gek. Ja, die kwam echt hoog. Weet wat leuks? Ja, die komt heel erg hoog, hè. Hij komt heel ver. Hij steekt denk ik vanzelf op de rest aan. Ja. Zo! Hele zieke fonteinen. Even een luchtuiletje doen. Ah, joh. De Starkids hebben we ook nog. €2,50. Heel benieuwd. Ik denk niet dat die heel veel voorstellen. Ik heb nog een mini ding. Ja, zet er maar even eentje rechtop. Allemaal van vuurwerkbunker, jongens. Volgens mij hebben jullie deze vestiging ook in Breda. Zo. Oké. Okay. Nou, dat zijn geen slechte dingen. Oh. Oh. Hij deed zo rap van iets, man. Prezen. Ja, ze hebben wel een knetterbeet aan. Ja, echt hè. Wat een ding, categorie 1 vuurwerk, jongens. Echt bizar. Nou, even een luchtuiletje, jongens. We gaan niet gek doen door ze over de grond te doen. Oh. Ze horen gewoon in de grond te staan. Dit was weer de video van het Funke Kat 1 vuurwerk. Verschillende dingen, de fonteinen, ook de knetterballen en de luchthuilers natuurlijk. Wees er wel snel bij, want die luchthuilers vooral, die gaan super snel er doorheen. Want gisteren kwamen we in de ochtend bij Pijnakker aan, de Intratuin vuurwerkbunkervestiging. In de middag was alles al weg. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden, jongens. Morgen om 4 uur gewoon weer een video. Vergeet niet te abonneren. Vergeet geen like te doen. En dan zie ik jullie weer morgen om 4 uur. Ciao.